Waar veel wegrenners een rustperiode hebben ingelast op dit moment, daar zit Lucinda Brandt nog volop op de fiets. Een jaar of drie geleden besloot de Rotterdamse om in de winter, na het wegseizoen, ook serieus te gaan veldrijden. Dat betekent naast wedstrijden fietsen ook gewoon trainen. Eén keer in de week in de winter, crosstraining. Dus dan hebben we daar gezamenlijke training met een aantal crossers uit Nederland. Met ook training vanuit de bondscoach. En dan proberen we daar vaak ook een stukje parcours na te bootsen van het komende weekend. En de techniek bij te schaven en wat intensiteit op te doen. We verdelen de groep even snel in tweeën. Normaal doen we duo startjes, nu doen we met drie tegelijk. Want de groep is heel groot. Dus zeg maar vanaf Lucinda iedereen die kant heen. 3 jaar geleden, toen dacht ik van ja, waarom kies ik niet gewoon eens een keertje voor om ook echt fanatiek te gaan veldrijden. Daarvoor deed ik dat eigenlijk wel gewoon een beetje als training in de winter. En dat ging altijd wel lekker, maar ik deed er gewoon niks voor. En toen dacht ik, ja, hoe ver kom ik dan als ik er wel wat voor ga doen? Het antwoord, heel ver. Brandt werd al 2 keer in haar carrière Nederlands kampioen op de weg. Afgelopen seizoen was ze voor het eerst de beste op het NK veldrijden. Ze werd ook nog eens 2e op het EK en pakte brons op het WK. En ook dit seizoen is ze uitstekend bezig. Dit weekend won ze de loodzware wereldbekerwedstrijd in het Belgische Namen. En enkele weken eerder was ze in het Tsjechische Tabor al de beste. Het was de eerste wereldbeker voor mij van het seizoen. Dus ik heb natuurlijk gewoon na de weg even wat rustiger aangedaan. En om dan bij de eerste wereldbeker die je rijdt gelijk te winnen, dat was voor mij ook wel een beetje verrassend. Ja. Ondertussen doet Brandt allerlei ervaring op die ze ook op de weg goed kan gebruiken. Ik word steeds handiger op de fiets. Maar ook wel gewoon die interval die ik in een crosswedstrijd doe, die kan ik in een training gewoon niet nabootsen. Dus die explosiviteit die ik daar dan toch een beetje op doe, die heb ik wel zeker heel veel voordeel van. Ik zou heel graag wereldkampioen willen worden. En was eigenlijk ook al wel een doel vorig jaar. En ik wist wel dat het een heel hoog gegrepen doel was. Dat de kans dat je iets haalt, een doel haalt, is toch altijd wel klein. Maar op zich kwam ik best wel heel dichtbij. En ik werd 3e. En ik denk echt nog wel dat er heel veel verbetering mogelijk is. Dus ik hou dat doel nog even voor ogen. De eerste week van februari in Denemarken.